Heb je ooit begrip op kunnen brengen voor de mensen die geen prikken wilden? Ik heb nog nooit een argument gehoord wat hout snijdt om het niet te doen. Nee, ik vind dat heel moeilijk. Kijk, we hebben in Nederland een hele kleine, maar toch uitvergrote minderheid die zich niet laat prikken. En ik heb dat niet begrepen. Ik snap überhaupt niet, hè, dat je onder het mom van de vrijheid zegt, maar ik weiger die prik, want de vrijheid. Ja, het is juist die prik die ons helpt die vrijheid weer te herwinnen op het virus. Ja. Het is niet de overheid die je vrijheid beperkt. Het is het virus dat je de vrijheid beperkt. Dus u hebt daar geen begrip voor gehad? Nee. Ik kan er echt, maar ik vind de groep zo groot eigenlijk. Ik vind de groep gevaarlijk 11%. Groot. 11%. Nou, dat vind ik veel. Vergeleken met Frankrijk is het kleiner, maar het is nog altijd veel. Nou ja, veel. De Franse president zei zondag, ik ga de mensen die niet gevaccineerd zijn dwars zitten. Emmerde in het Frans. Dat is ook niet zo verstandig. Maar dat zijn ook niet, dat zijn ook niet mijn woorden. En daar hou ik ook niet van. Maar punt is wel, en ik vind wel dat we dat debat veel beter moeten voeren in Nederland. We hebben, vind ik, politiek gezien, veel te veel begrip voor die kleine maar uitvergrote minderheid. En ik vind dat de grote stille meerderheid op meer aandacht zou mogen rekenen. Ja. Want hun vrijheden worden natuurlijk wel degelijk beperkt.